Hey, dit is Matthijs van Mannenbrein en in deze video geef ik je 3 sterke tips om te leren gaan met onzekerheid in je relatie. En dit vind ik persoonlijk een heel belangrijk onderwerp, want onzekerheid kan mensen hun relaties ruïneren. In plaats van te genieten van alles om je heen, te genieten van je relatie, te genieten van het contact dat je met andere mensen hebt, maak jij je vooral zorgen of je wel goed genoeg bent voor hem. Misschien ben je wel ontzettend jaloers op hem. Of ben je onzeker over de relatie zelf en of deze wel stand houdt. Misschien geeft je man wel signalen af waar jij je heel erg zorgen om maakt en of jullie nog wel samen kunnen blijven. Hoe dan ook, die onzekere gevoelens die kunnen de relatie echt kapot maken. Ja. Daarom vertel ik je vandaag 3 sterke tips hoe je over die onzekerheid heen kan komen en de controle weer terug kan pakken in jouw relatie en over jouw leven. Dat brengt me bij een vraag die ik kreeg van Kim. En in het kort vertelde ze mij dit. Sinds 5 maanden ben ik aan het daten met een ontzettend leuke, lieve en eerlijke man. Klinkt goed. In mijn vorige relatie ben ik meerdere malen bedrogen en dat heeft nu zijn effect op deze relatie. Ik merk dat ik moeite heb om hem te vertrouwen. Hij weet dit en hij is hier gelukkig erg geduldig mee. Tussen haakjes uitroepteken, droomvent. Ja, Kim vertelde mij in dit bericht, en ik zal het niet helemaal voorlezen, want het is een lang bericht. Zoals jullie mij vaak hele lange berichten weten te sturen. En ze vertelde mij over dat de ex van de man die ze nu aan het daten is, nog steeds in contact staat met deze kerel. En dat moet, want de man die ze aan het daten is, die was namelijk net gescheiden. En zo moesten ze nog belastingopgaven invullen samen. En daarvoor moest hij over WhatsApp nog wat dingetjes overleggen met haar. En daarnaast vertelde hij ook dat hij nog steeds ergens gevoelens voor zijn ex had. En Kim had het daar ontzettend moeilijk mee. Maakte haar ontzettend onzeker en ze was bang dat die man misschien weer terug wilde naar zijn ex. Misschien is het wel zo dat jij in een soortgelijke situatie zit. Misschien ben je ook wel bedrogen in het verleden of heb je andere vervelende dingen meegemaakt. Ben je het vertrouwen in mannen een beetje kwijt, misschien wel het vertrouwen in jezelf. En omdat je slecht behandeld bent, heb je een beeld van jezelf, dat jij niet zoveel waard bent. En noem maar op. Al die dingen maken je onzeker in de relatie. Nou, dan heb ik deze video voor je. Dus laten we snel naar de allereerste tip gaan om af te rekenen met die onzekerheid. Tip 1. Beoordeel je huidige relatie in het hier en nu. Het mooie van een nieuwe relatie krijgen met iemand is dat je weer helemaal opnieuw begint. Een wit A4'tje dat je samen helemaal mag gaan inkleuren en jullie perfecte, mooie en liefdevolle relatie op papier kan zetten. Dat is het mooie van zo'n nieuwe start. Op het moment dat mensen alleen pijn en vervelende dingen hebben meegemaakt in het verleden, laten ze dat papiertje heel sterk beïnvloeden door die dingen uit het verleden. Ze gaan dan op een bepaalde manier kleuren die nog heel erg in verband staat met die pijn die ze nog met zich meedragen. Zo heb ik bijvoorbeeld een vrouw gecoacht die in het verleden heel slecht was behandeld door haar ex. Wat ervoor zorgde dat zijn mannen een beetje wantrouwde en zichzelf ook als een minder waardevol persoon zag. Ze dacht namelijk bij zichzelf: als iemand mij zo behandelt, dan zou ik dat wel verdiend hebben. En omdat ze dit dacht, ging ze ook op zoek naar bewijs dat het zo was. Dat ze inderdaad niet zoveel waard was en dat mannen haar slecht willen behandelen. Kijk, op het moment dat je iets vervelends hebt gemaakt in het verleden, zoals een ex die je slecht behandeld hebt, heb je 2 opties. De eerste optie is aannemen dat dat voor een reden was en in je nieuwe relatie gaan zoeken naar bewijs dat je inderdaad minder waard bent. Of als iemand je ooit bedrogen heeft, dat mannen niet te vertrouwen zijn. En wat je dan doet, is je eigen realiteit vormen. En het heeft te maken met de confirmation bias. De confirmation bias. De confirmation bias houdt in dat wij als mens een bepaalde hypothese, een bepaalde veronderstelling kunnen hebben over het leven en vervolgens gaan zoeken naar bewijs dat die hypothese of veronderstelling of overtuiging juist is. Juist ja, de confirmation bias. Die zorgt er dus voor dat jij op een bepaalde manier gaat reageren. Jezelf op een bepaalde manier opstelt in het contact met de man en op een bepaalde manier communiceert met hem.
Alsof je op zoek bent naar bewijs dat hij niet te vertrouwen is. En dat is een ontzettend onaantrekkelijke eigenschap om te hebben. Dus wat je veel liever doet, is ja, kritisch kijken naar wat er gebeurd is tussen jou en je ex. En vervolgens bij jezelf nagaan, is er iets wat ik anders had kunnen doen? Daar probeer je van te leren en die lessen probeer je toe te passen in je nieuwe relatie, waardoor je zal groeien als persoon. Waardoor je veel gelukkiger zal zijn, veel meer zal stralen, omdat het goed voelt om te groeien als persoon. Omdat het goed voelt om verder te gaan in het leven. En omdat het goed voelt dat jij een krachtig persoon bent die over negativiteit heen kan en dit als brandstof gebruikt om verder te komen in het leven. Wat de relatie gigantisch ten goede zal komen. Tip 2. Je wilt altijd vertrouwen hebben in je partner. Vertrouwen is een van die fundamenten voor een liefdevolle relatie. Vertrouwen heb je op het moment dat je weet dat je overal over kunt praten. Dat je weet dat je partner voor jou is. Dat je weet dat als jij ergens mee zit, dat je dat kan aankaarten. Helaas gaan veel mensen pas op een hele open manier met elkaar communiceren, geven ze pas openheid van zaken en vertellen ze pas over heel veel dingen die hun dwars zitten op het moment dat er iets goed mis is, als poging om de relatie dan te redden. Dus op het moment dat jij bij hem aankomt en er is al iets vervelends gebeurd en je zegt dan pas het volgende: Oké, baby, we moeten praten. Dan wordt dat hele gesprek veel te beladen. En deze situatie wil je voorkomen. En dat kan je ook makkelijk voorkomen door vanaf moment 1 in je relatie open en eerlijk te communiceren. Om direct aan te geven als er iets is. Op een liefdevolle en speelse manier. Het hoeft niet altijd een heel zwaar gesprek te zijn. Maar geef het in ieder geval aan. Dit zorgt er namelijk voor dat bepaalde problemen of bepaalde wantrouwens geen eigen leven in je hoofd gaan leiden. Dit zorgt namelijk alleen maar voor afstand tussen jullie. Want je merkt het aan elkaar dat de andere persoon misschien wel met iets zit, maar het niet wil zeggen. Nee, het zorgt er eerst voor dat jullie open kaart spelen met elkaar, waardoor het vertrouwen gigantisch toeneemt. Waardoor je ook stukken minder onzeker zal voelen in een relatie, want je weet alles van elkaar. En je weet dat je op het moment dat er iets gebeurt op elkaar aankomt. Dat jullie samen eerlijk naar elkaar zullen zijn en voor de relatie zullen vechten. Dat zal een hoop onzekerheid wegnemen. Tip 3. Het draait allemaal om focus. Oké. Bij Kim was het dus zo dat haar partner zei dat hij nog steeds gevoelens heeft voor zijn ex. I get it. Dat is vervelend nieuws. Het klinkt op het eerste gezicht heel vervelend en waarschijnlijk heb je zo'n gevoel van hij zou haar toch niet leuker vinden dan mij. Onzekerheden kunnen dan een gigantisch grote rol gaan spelen in je leven. Maar wat je hier goed wil beseffen, is dat mensen om meerdere personen kunnen geven. En we hebben verschillende manieren van liefde. Dus hou je op een andere manier van je partner als dat je van je broer houdt. Nu, het feit dat hij nog steeds om zijn ex geeft, maakt hem geen slecht mens, dat maakt hem juist een liefdevol persoon. Die ex heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in zijn leven voor een aantal jaar, waardoor het juist heel mooi is dat hij haar nog steeds warme gevoelens toedraagt. Wat niet per se betekent dat hij ook bij haar terug zou willen, of dat hij gelijk romantische gevoelens voor haar heeft, of dat hij haar leuker vindt dan jou. Ja, dat is wel zo, Matthijs, maar ik heb liever dat hij haar gewoon heel stom vindt. Dat snap ik. Dat zou jou namelijk gigantisch geruststellen. Maar je hebt dat helemaal niet van hem nodig. Hij mag nog steeds ergens gevoelens voor zijn ex hebben. Je kan jezelf namelijk geruststellen. En dat heeft allemaal te maken met jouw eigen focus. Want waar focus je op? Focus je op het feit dat hij nog gevoelens heeft voor zijn ex en elk moment bij jou weg zou kunnen gaan? Wat een hele hoop onzekerheid met zich mee zal brengen. Of focus je op het feit dat hij nu met jou is en jou dus leuker vindt dan zijn ex. En hij elke dag ervoor kiest om met jou te zijn. Wat gigantisch veel rust mee zal brengen in de relatie. En onzekerheid zal tegengaan. Kijk, als mens kunnen we maar één ding doen. En dat is proberen elke dag de beste versie van onszelf te zijn. Elke dag proberen te groeien. En samen met onze partner te werken aan een relatie. Als er iets is, kijken of je daar samen in kan groeien. Of je de relaties tot nieuwe ongekende hoogtes kan krijgen. En zolang dat het geval is, mag je rustig zijn. Kijk, onzekerheden hebben we allemaal. En er zullen altijd momenten zijn in je relatie dat het eventjes misschien wat minder loopt. Maar de beste vaardigheid die je kan
aanleren is om leren gaan met die onzekerheid. Het is een heel belangrijke basis voor een liefdevolle en mooie relatie. Mocht je daar nou nog meer tips over willen, dan heb ik een artikel voor je geschreven. In dat artikel geef ik je nog eens 5 onmisbare tips om met je onzekerheid in een relatie om te gaan. Als jij niet meer elke dag bezig bent met de gedachte van oh, gaat die bij me weg, maar eindelijk vol in het leven kan stappen en vol in die relatie kan stappen en die prachtige, liefdevolle persoon kan zijn die je zo graag wil zijn. De link naar dat artikel staat hieronder in de beschrijving, maar om het je makkelijk te maken, kan je ook gewoon hier op deze link klikken. Dan ga je namelijk rechtstreeks naar dat artikel toe. Dus klik op die link, dan zie ik je zo in dat artikel. Tot zo.